De wereld van Rusland, deels zal ik natuurlijk een beetje herhalen... ook wat ik vorige week al gezegd heb. Uh, ook een paar gewoon algemene opmerkingen. Dit is wederom he, die fameuze kaart waarop u de expansie van Rusland... Uh, kunt zien in de loop der jaren, waar ik verder nu niet zoveel aandacht aan zal gaan besteden... met uitzondering van één ding, dat had ik waarschijnlijk vorige week ook al eens een keer tegen u gezegd... He, wat natuurlijk heel belangrijk is, wat heel vaak wel eens gezegd wordt... He, dat de geschiedenis van Rusland is een hele lange geschiedenis van expansie. Expansie en oorlogvoering zou ik bijna willen zeggen, of het nou naar het oosten, het westen, het zuiden... He, of naar het noorden is, maar vooral naar het westen en naar het zuiden wat dat betreft... En heel veel mensen roepen ook wel eens, of heel veel mensen, er zijn mensen die roepen, en daar zit waarschijnlijk ook wel een kern van waarheid in. Omdat je altijd bezig bent met te expanderen, omdat je altijd bezig bent met de wereld van de oorlog voeren, hoef je ook nooit een keer stevig na te gaan denken wie of wat je eigenlijk zelf bent. Omdat je altijd op andere dingen zit te focussen. Eigenlijk kun je dat zeggen, speelt dat vandaag de dag nog steeds. Als je naar Poetin gaat kijken, die met een oorlog tegen Oekraïne aan het voeren is, is het natuurlijk een prachtige bliksemafleider om de blik naar binnen te gaan werpen en de problemen die daar uh, opgeworpen gaan worden. En ten tijde van Stalin en de Koude Oorlog was het natuurlijk niet veel anders. En je mag misschien rustig zeggen dat het in de 19e, 17e, 18e en 16e eeuw niet veel anders geweest is. Maar goed, denk erover na. U krijgt een hoop om aan, over na te denken vandaag. Zult u straks nog wel gaan zien. Dan eerst even: ik had het vorige week al even heel kort uh, genoemd. Maar hier komt het weer opnieuw voorbij zitten. De oorsprong van de wereld, van, de, uh, van wat we dan Rusland noemen, komt bij de. Noormannen vandaan. He, dat zijn die leuke, ik zeg altijd vakantiegangers, die uh, op hun Vikingsschepen stapten en uh, over de zeeën voeren. En dan uh, geen proviand meenamen, maar gewoon de kusten plunderden. Uh, maar zich tegelijkertijd ook links en rechts vestigden. He, soms definitief. Uh, in Engeland he, zullen ze de bovenlaag gaan vormen, in Normandië, in het zuiden van, uh, van Italië. Maar hè, een van de dingen die ze natuurlijk ook in deze tijd deden. Het waren niet alleen maar plunderaars, maar het begint en het eindigt waarschijnlijk ook een beetje. met de wereld van het handelsdrijven. En een van de plekken waar natuurlijk veel te halen valt. Uh, is in het zuiden, is in het Midden-Oosten. is in Anatolië, is in Constantinopel, in het Byzantijnse Rijk. En daarvoor. Ja, snijdende vikingen zou je kunnen zeggen, de weg af. Die varen dan natuurlijk niet rond heel Europa. Maar varen vervolgens de grote rivieren van Rusland naar beneden. En dan is het maar even een paar keer oversteken. Dan kom je bij de Zwarte Zee uit. Dan kom je bij Constantinopel uit. En dan zit je natuurlijk, uh, ja, laat ik zeggen, daar waar je wilt wezen. En op die handelsroute, hè, langs die grote rivieren, daar hebben zich vervolgens dus Zweden... Zwits, Zweden en de Vikingen uiteindelijk uh, gevestigd en hebben daar een eigen soort van een rijk gesticht. De lokale bevolking die daar woonde, dat waren natuurlijk slaven met een hoofdletter. Je hebt natuurlijk de fameuze Slavische volkeren en uh, in dit geval het gebied waar zij neerstreken, daar woonde het Slavische volk van Roes, zoals dat heet. Vandaar dus dat we ook vandaag de dag altijd nog spreken van Rusland. Maar nou, voor ik daar verder op inga, want ik kreeg daar natuurlijk deze week al allerlei vragen uh, over, misschien is het handig om even deze kaart nog weer terug te gaan nemen. Hè, is het altijd goed om u weer te realiseren, u weet het wellicht, hè, maar uh, mocht u het niet meer weten, is dat wij hen, zeg maar vanaf de Romeinse tijd... Een soort van verdeling hebben gekregen in Oost- en West-Europa. En die verdeling in Oost- en West-Europa is nog een erfenis van de Romeinse tijd. He, vroeger was het Romeinse Rijk natuurlijk helemaal rond, het Middellandse Zee, rond de Middellandse Zee gevestigd met als hoofdstad Rome. He, als we intussen in de vierde eeuw aangekomen zijn, dan is dat rijk eigenlijk bijna niet meer bestuurbaar geworden, is het rijk onevenwichtig. En dan wordt besloten, he, een van de mannen die daar. Een grote klap op de hamer gegeven heeft in die tijd, is Constantijn de Grote geweest. En die heeft toen besloten om het uh, Romeinse Rijk in tweeën op te delen. Dan krijg je het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk, waarbij je uh, het uh, West-Romeinse Rijk Rome als hoofdstad houdt. En Oost-Romeinse Rijk een nieuwe hoofdstad gaat krijgen en dat is Constantinopel. En vernoemt natuurlijk naar ja, keizer Constantijn in dit geval. Waarbij u zich moet bedenken hè, dat het Oost-Romeinse Rijk is natuurlijk het meest welvarende deel geweest. Daar zaten de oude beschavingen, daar zaten de oudere beschavingen. Daar zat Egypte, daar zat Griekenland, daar zaten de Feniciërs, daar zaten, zaten de Joden, eh, etc. Dat waren eigenlijk zelfs beschavingen die ouder waren nog, zou je kunnen zeggen, als de Romeinen zelf. En daar zat natuurlijk heel veel geld. En aan de andere kant heb je in het West-Romeinse Rijk. Ja, daar kom je. Nou, wie kom je daar tegen? Behalve de Romeinen zelf. Ik heb me altijd al een beetje achter de oren gekrapt. Ik vroeg me altijd af wat Julius Caesar in vredesnaam bij het dorp van Asterix te zoeken had. Ja, dat is het. Dan nou moet ik u eerlijk toegeven dat je daar natuurlijk wel iets anders bij... De, wer de werkelijkheid is anders. Hè. Een van de redenen waarom het uh, Romeinse Rijk onder meer steeds expandeerde... heeft ook te maken dat met elke verovering natuurlijk een grote stroom slaven meekwam. En de economie van de Romeinen drijft, dreef ook grotendeels natuurlijk op de wereld van de slaven. Maar goed, ga er niet zozeer uh, wakker van, uh, van liggen. Uh, wat natuurlijk heel belangrijk is in dat geheel en ook voor de erfenis... Is dat die verdeling tussen het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk? Ik geef het even met mijn hand zo ongeveer aan. Maar hiervoor die letter B langs van, van Byzantium. En daar liep rechts, een rechte lijn. En die lijn loopt eh, exact over de Balkan, ik zou zeggen door Joegoslavië heen. Dus als u vandaag de dag nog steeds wilt weten waar de ellende in, uh, in de Balkan vandaan komt, dan ligt hier een hele grote basis. En dat komt namelijk omdat die twee gebieden zich. ...onafhankelijk van elkaar uh, ontwikkeld hebben. Eén, laten we even naar het West-Romeinse Rijk kijken. Dat stort gewoon tussen 400 en 500 na Christus in, dankzij de grote volksverhuizingen, dankzij de Hunnen. En daar komen ze dan, her, de Visigoten, de Ostrogoten, de Vandalen, de Boegondiërs, de Franken. En u weet vast en zeker nog wel een paar meer te verzinnen uh, wat dat betreft. En daar blijft in basis eigenlijk helemaal niks van uh, over. Dat andere rijk, dat Byzantijnse rijk zoals het zichzelf gaat noemen, dat blijft uh, nog bijna duizend jaar bestaan. Want dat zal uiteindelijk pas in 1456, nee, 14, 1453 oh, ik ik, 14, moet ik wel het juiste jaartal zeggen. Ja, zoekt u thuis nog maar even weer na. Ik zeg 14, 3, nou ik weet het daar zeker uur tussen. In 1453 zal het uiteindelijk in gaan, uh, gaan storten. Maar onderscheidt zich natuurlijk heel duidelijk van het West-Romeinse Rijk. Eén, hè, Het West-Romeinse Rijk en onze wereld zit vooral, zeg maar wat ik zou noemen, in de erfenis van de Romeinse en de Latijnse beschaving. Dus het Latijn is hier de algemeen gevoerde taal. Als je in het Oost-Romeinse Rijk gaat kijken, moet u even bedenken dat je sowieso dan in het gebied zit waar vroeger het Rijk van Alexander de Grote zat. De erfenis van Alexander de Grote was dat de erf, uh, erfenis onder meer is geweest en dat de internationale voertaal het Grieks was. Dus ook al vrij snel zie je dat in Byzantium de taal weer Grieks gaat uh, worden. Uh, daarbij, hen, Byzantium gaat zich natuurlijk ontwikkelen tot een christelijk keizerrijk, mag je rustig uh, zeggen. Maar gaat ook een ander schrift uiteindelijk uh, uh, accepteren. Daar waar wij het Latijnse schrift uh, kennen, zie je dus dat in het oosten van Europa in het Byzantium ontstaat het Kyrillisch schrift, zoals we dat met een mooi woord noemen. En het tweede, hen, wat heel belangrijk gaat worden. Is dat we een scheiding krijgen tussen de Katholieke Kerk en de Kerk in het Oosten? Dat gaat allemaal over de, ja, wat, wat je zou kunnen wisselwasjes noemen, maar dat loopt uiteindelijk op een spits, daar ga ik weer, ga, ben, begin ik alweer te twijfelen, 1053 of 1054. Zoek het maar eventjes weer na. Dan krijgen we het grote schisma, zoals het heet, de scheiding tussen de Oosters-Orthodoxe Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. He, u moet zich bedenken dat tot een jaar of twintig, dertig jaar geleden. de paus in Rome en de patriarch in Constantinopel. nooit bij elkaar op bezoek waren geweest. Dat heeft bijna duizend jaar uh, geduurd voordat dat weer zijn, uh, zijn beslag zou gaan krijgen. Maar daarmee krijgt dit uh, gebied een hele andere ontwikkeling in het geheel. En als we dus naar Rusland gaan kijken. en naar de tsaren daarvan kijken. En dan ga ik even weer heel kort met u door de bocht. Dan zie je dus ook hè, dat die tsaren zich als erfgenaam zien. Eigenlijk deels één van het West-Romeinse Rijk en van het Oost-Romeinse Rijk, maar vooral ook als erfgenaam van de keizer. Uh, zijnde. He, allereerst even, he, ga, laat ik even terugstappen op Rome zelf, dat is die zogenaamde Grosnietsaar, zoals het dan heet. De Romeinse keizer was natuurlijk gewoon de alleen, alleenheerser, was de re, we, we, zeg, militaire aanvoerder, als het nodig was, de wrede bestuurder, he, die hard op kon treden, mocht dat het geval zijn, de machtspoliticus, en dat is iets wat je ook heel duidelijk straks in het Zaren van Rusland weer terug uh, Aan de andere kant heb je dus de erfenis die bij die andere, tussen aanhalingstekens, opvolger van de keizer vandaan komt. En dat zal later de keizer van Constantinopel gaan worden. Maar die staat natuurlijk in een christelijke traditie, zoals het dan heet. Dus die hoort christelijke waarden erop na te houden. Die hoort voor zijn schaapjes te zorgen. Die hoort als een vader, zou ik bijna kunnen zeggen... voor de kinderen te, uh, te zorgen. Die is die devoot, die is christelijk. Die is, nou, misschien zou je wel kunnen zeggen... pietistisch in het geheel. En dat is de andere kant van het beeld... wat je van de tsaar tegenkomt. Uh, als gezalfde op de aarde... Mag je rustig uh, zeggen. En zo hebben de tsaren zichzelf ook bijna altijd gezien. Als uh, die twee takken in het geel. Alleen zie je heel vaak dat ze dus het idee hebben hè, dat het vaak de ene kant doorslaat. of naar de andere kant doorslaat. Maar denk er wel om, dat houdt met, met de tsaren niet op. Hè? Kijkt u alleen maar naar het beeld wat uh, iemand als Stalin later de wereld in gaat sturen. Aan de ene kant is dat de vrede dictator. En aan de andere kant is het het beeld van vadertje Stalin, die de wereld ingestuurd wordt. Dus dit is gewoon een voortzetting van uh, een patroon wat je daarbij aantreft. En dat, dat vaderlijke idee hè, dat je door God gezonden uh, wordt, hè, kun je ook altijd heel mooi weer terugvinden vind ik zelf als je naar de laatste zaal gaat kijken, Nicolaas de Tweede, waarvan mensen heel vaak vinden dat hij een droevig einde gevonden heeft, dat is natuurlijk ook wel zo, maar hij heeft het volledig aan zichzelf te danken gehad. Mag je, rustig, uh, mag je rustig zeggen, want het uh, Nicolaas II was iemand die heel duidelijk, je zou kunnen zeggen, geen advies van anderen accepteerde. Want uh, Nicolaas II vond namelijk dat hij gewoon rechtstreeks advies van God kreeg. Dus hij he, had een connectie met daarboven. En hij had ook sowieso het idee dus dat hij echt, echt letterlijk vadertje tsa was. En dat iedereen in Rusland op die manier tegen hem aankeek. Dus dat hij alleen maar als tsa zich hoefde te vertonen. Of iedereen. Ja, laat ik maar zeggen, werd begeesterd door zijn persoonlijkheid... over van wie en wat dat hij was. Dat is ook een van de redenen waarom dat hij uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog... als het aan het front op een gegeven moment slecht gaat... besluit om tegen alle adviezen in... zelf het opperbevel over te gaan nemen van de troepen. En dan vertrekt hij vervolgens naar het, naar het front... in de stellige overtuiging dat iedereen dan tien keer zo hard gaat vechten... en dat de overwinning dan uh, vlakbij uh, is... U voelt hem allemaal aankomen, zo heeft dat niet uitgepakt. Maar dat is wel het denkbeeld wat je bij hem uh, tegenkomt. Sowieso, hoor, Nicolaas II was iemand die ja, heel fatalistisch, alles is door God bepaald uiteindelijk. Ik heb een goddelijke missie op deze wereld, kom je bij hem, uh, hem tegen. Ik geef u even het voorbeeld hè, van uh, de, de, wat, wat de man ten voeten uit is. Uh, toen, de, toen de man gekroond werd, geïnaugureerd werd. Dat was natuurlijk een gelegenheid voor grote feesten en partijen. en een grote optocht in Sint-Petersburg. U kunt zich daar van alles bij voorstellen. De dag waarop dat plaatsvindt, liep. Uh, zoals dat helaas vaker gebeurt, finaal uit de klauwen. Want heel Sint-Petersburg was uitgelopen. En dan ontstaat de paniek. Dan worden de mensen onder de voeten gelopen. U kent het, dit soort dingen wel. Er is vandaag de dag niks nieuws. Dus er zijn heel veel doden uiteindelijk bijgevallen. Dus de dag eindigde eigenlijk min of meer in een drama. Wat doe je dan vervolgens als vorst zijnde? Ja, ik zou zeggen. Uh, Ga op je kamertje zitten en plink een traan weg. Nee, er stonden voor de avond allerlei bals gepland. En uh, Nicolaas II die zei zoiets van, nou nee, dat moet gewoon doorgaan. Ja, maar wat er dan allemaal gebeurd is, ja, dat is gewoon gods wil geweest. Dus laten we nou maar gewoon doorgaan met waar wij mee bezig uh, zijn. En goed, als u denkt dat zijn vrouw anders is, moet ik u helaas teleurstellen... Ook die uh, dacht er niet heel veel anders uh, uh, over. Nicolaas II is echt iemand die alle vooruitgang tegengehouden heeft in zijn... Uh, nou, alle vooruitgang mag ik niet zeggen, maar als hij de kans kreeg, hield hij het tegen. En als het aan zijn vrouw zat, lag, was het nog erger uh, geweest. Zijn vrouw had echt op een gegeven moment de neiging, iedereen die proteststem uh, opende, die zouden ze direct naar Siberië moeten afgaan voeren. Dus als u de volgende keer weer een hele lieve film ziet over de laatste tsarenfamilie, moet u dat maar even in uw achterhoofd uh, houden. Want dat is de keerzijde van de uh, medaille. Goed, maar die twee kanten zullen we uiteindelijk tegen gaan komen. U had het al meegekregen, ze vestigen zich dan rond de rivieren. Deze vikingen heersen over de Slaafse, Slavische bevolking. En dan ontstaat het fameuze Kievse Rijk. Hè, waar je natuurlijk geen moderne Rijk bij moet voorstellen, nadat eh, hen eh, met de bevolking van Roes. En dat is het Rijk van Kiev gaan heten, heel simpel gezegd, omdat ze in 1882 18, Kiev eh, wisten te veroveren, dat werd de hoofdstad van het Rijk. En toen was, het, eh, ja, was de naam eh, gevestigd. Maar hier begint de geschiedenis van Rusland. Uh, wat natuurlijk erg leuk voor de Oekraïners is om te weten dat de geschiedenis van Rusland in Oekraïne begint, mag je bijna kunnen zeggen. Maar hier valt Moskou natuurlijk ook onder. Ik laat dit kaartje even zitten hoor van, het, van wat het is. Dit is hetzelfde rijk met alle bedreigingen die erbij uh, zitten. Veel belangrijker voor onszelf hè, is om ons te realiseren dat dat Kievse rijk uiteindelijk ten onder gaat in, uh, in 1227. Dan komt vanuit het oosten komen de Mongolen, ik zou zeggen Genghis Khan en zijn uh, consorten, als je daar een beetje een beeld bij wilt gaan krijgen. Die lopen dat Kievse Rijk onder de voet en maken in principe van de gebieden van het Kievse Rijk, maken ze fazalstaten uh, van. Want u weet het intussen al wel, althans dat denk ik, en de Mongolen zijn nou niet echt bestuurders. Dat zijn gewoon plunderaars, dat zijn ruiters uh, op, uh, dat zijn barbaren hoor ik hiervoor aanweergegeven. Dat is natuurlijk ook deels, uh, is dat ook deels wel het geval. Dus wat zij gewoon doen, ze veroveren het gebied en zeggen dan vervolgens hè, tegen de mensen die daar zitten, je moet vanaf nu gewoon geld aan ons betalen, schattingen aan ons betalen. Hè, je moet aan ons gehoorzamen en als je dat niet doet, komen we gewoon volgende week nog eventjes weer langs en dan zullen we je van overtuigen waarom dat je dat uiteindelijk niet moet gaan uh, doen. Het gebied hoor, wat, wat hen onder controle heeft en waar ze straks dat conflict mee gaan krijgen, ik laat het u alleen even ter illustratie zien. Dat is het gebied wat we later, zeg maar rond uh, 1500, de Gouden Horde noemen. Ik zou bijna zeggen de goudkleurige huid van de Mongolen. Is deels een verwijzing naar, naar de wereld van de Tartaren en de Mongolen, cetera. Heel uitgestrekt natuurlijk over de steppen. Et van, uh, van wat later Rusland uh, zal gaan, uh, gaan worden. Maar goed, ga daar verder niet zozeer wakker van liggen. Belangrijkste voor ons, maar ook daar hoeft u zich niet heel erg druk over te gaan maken... is wat je eigenlijk straks gaat zien. Hè, is dat er uh, ja, zeg maar twee centra gaan ontstaan waaruit latere gebieden uh, voortkomen... Deels is dat hier rond Kiev en dit stuk uh, met Poden, etcetera, waar Poden, uh, Oekraïne en uh, Estland, Letland, Litouwen uit voortkomen. En het tweede centrum, en daar moeten wij natuurlijk vooral naar kijken, zal zich rond het Groothertogdom Moskou uh, gaan ontwikkelen. Goed, kon u het nog volgen? En ook als u het niet kunt volgen, dit klik ik dan eventjes aan u voorbij. Dan, dan, dan moeten we het nog uh, doen. Het is, ja, dit zijn allemaal wat historische inleidende feiten. Het gaat er vooral om dat u straks begrijpt van wat hier aan de hand is. Dan komt deze meneer voorbij zitten, of u er ooit echt zo uitgezien heeft, eh, waarschijnlijk niet, maar dat maakt verder ook natuurlijk niet zo heel veel uit. Zijn naam is uh, Ivan de derde en Ivan de, dit is niet uh, uh, Ivan de verschrikkelijke, nee, want heel veel mensen, nee, dat is, dat is zijn kleinzoon. Dus die, uh, die komt nog. Dit is uh, Ivan de derde. De Grote wordt hij genoemd en met name ook De Grote genoemd omdat hij, uh, hij degene geweest is, zou je kunnen zeggen, die de. Mogolen, noem ik dat dan maar eventjes. De volkeren, eruit gezet heeft. En uh, ja, het Groothertigdom Moskou zelfstandig uh, heeft verklaard. Waarmee het dus één, zelfstandig werd. Twee, waarmee hij vervolgens ook. En hij keek natuurlijk vervolgens over zijn schouder. Zag dat in 1453 Constantinopel gevallen was. Dat daar dus nu geen Byzantijnse keizer meer zat. Dat daar zeg maar ook de oosters orthodoxe kerk. intussen. Onder islamitische juk terecht was gekomen. Dus hij verklaarde zich vervolgens ja opvolger van die keizer van Byzantium, van de keizer van Rome. Als een soort van een derde Rome. En zal zich vanaf dat moment dus ook tsaar gaan noemen. He, wat een verwijzing is naar Julius Caesar, Julius Caesar, Caesar, Keizer, Tsaar. En daar loopt een doorlopende lijn uiteindelijk in. En hij vond dat hij daar ook extra claim op kon leggen omdat hij met een Byzantijnse prinses was getrouwd. Dus dit is. Dit is haar gezicht, althans, daar moeten we dan maar van uitgaan dat ze er zo uitgezien heeft. Ik durf het niet voor 100% zeker te gaan zetten, zeggen. Maar hier begint de wereld van het Saar-dom in Rusland. En vanuit dat kleine gebiedje van het Groot Hertogdom uh, Moskou, daar zal straks uh, dat Grote Russische Rijk uit gaan ontstaan. Dit is nog even een keer weer die twee gezichten van de zaar. Die ga ik lekker heel gemeen met u nu direct door klikken, van dan moet ik straks die namen weer uit gaan spreken met, dan ga ik toch, met de Grosnietsaar die is niet zo moeilijk, er komen straks pa, vaker dit soort Russische termen voorbij zitten, maar Russisch is niet zo geweldig zoals u ongetwijfeld het. en de Tisjashisaar heet het, Tisjashisaar is het, moet ik zo, hè, wat meer de christelijke Byzantijnse heersende zaar uh, is even terug hè, wat u zich moet voorstellen, als u alleen even hier naar de kaart kijkt en u kijkt naar het gebied van Moskou en waar die, dat hertigdom zit. Dat betekent dus dat je eigenlijk een, 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 een in het land opgesloten gebied hebt. Let u even op: hè. als u hier nu bijvoorbeeld naar gaat kijken. Naar Ivan IV, die regeert van 1533 tot 1584. Dit is het moment waarop wij hen aan het eind met onze 80-jarige oorlog bezig zijn. Dit is het moment waarop wij natuurlijk allang uh, met onze eerste schepen, zou ik zeggen, bijna richting Indië proberen te varen. Uh, we alles weten over uh, de ontdekking van Columbus van Amerika, al die moderne ontwikkelingen. Voor Moskou als gebied zijnde, andere taal, andere cultuur, et cetera, wat daar opgesloten zit. Ik zou zeggen in de binnenlanden van Rusland, als u begrijpt wat ik bedoel, het heeft geen haven, het heeft geen vloot, het heeft geen grote handelscontact. ...komen die invloeden uit het westen natuurlijk niet of nauwelijks binnenzetten. Uh, en deze meneer, Ivan de Vierde, dit is de verschrikkelijke, mocht u dat willen weten. Zullen we zullen straks nog wel gaan zien hoe dat, dat uh, in zijn werk zit. Maar hij is degene die onder meer in het noorden een stuk grondgebied veroverd heeft. Misschien heb ik daar nog een mooi kaartje. Daarbij dan hebben we het over dit stuk, wat dus Novgorod uh, heet... En daar heeft hij uiteindelijk dus een haven laten aanleggen, en dat ligt hier, Argangel of Argangelsk of hoe dat u het ook wilt gaan noemen. En dat werd de eerste, zou je kunnen zeggen, een kleine venster richting het westen. En later zal dan natuurlijk Sint-Petersburg komen, maar dan uh, zijn we intussen uh, dik anderhalve eeuw, nou bijna anderhalve eeuw verder mag je uh, rustig uh, zeggen. Uh, wat moet je daarover zeggen? Dit is typisch een, het, het zijn de Engelsen waar de contacten mee gelegd worden. Dan komt die invloed van de Engelsen dus druppelsgewijs binnen. Uh, Bedenk je wel, de hele geschiedenis van Rusland is altijd een geschiedenis geweest van wat moeten we met het Westen? Moeten we dit overnemen? Moeten we dit niet overnemen? Moeten we dit met argwaan bekijken of moeten we dat vervolgens niet doen? He, je zou bijna kunnen zeggen dat Rusland grotendeels afgesloten is. totdat Peter de Grote de deuren echt wagenwijd openzet. Maar je ziet dat in deze tijd ook al wel gebeuren. Het is natuurlijk niet zo dat helemaal er geen westerse invloed is. of dat er geen contacten, et cetera, zijn. Je hoeft alleen maar te denken he, aan het feit dat als Peter de Grote een kind is. en een jonge man is, dat hij gewoon in Moskou. Uh, op een gegeven moment in een wijk rondloopt. waar gewoon Nederlanders en Engelsen zitten. En waar hij, daar komt zijn belangstelling straks voor, voor Nederland en voor de scheepvaart. en dat soort zaken, natuurlijk. en die moderne wereld vandaan. Dus dat is één, dus die, dat venster is er heel duidelijk wel. Maar het tweede, en dat is ook wel weer heel erg kenmerkend. je zit dan in een zogenaamde Hollandse of buitenlandse wijk. Dus dat wil zeggen, die buitenlanders worden toch als een beetje gevaarlijk gezien. en in een soort van een ghetto opgesloten. zodat ze niet te veel invloed gaan uitoefenen op, laat ik maar zeggen, hun eigen uh, cultuur. En, en die, ja, laat ik maar zeggen, bij een tweespalt zie je straks bij de Russen veelvuldig weer terugkeren. Uh, ja, er zit nog een, een, een vas, 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 Vasili. En zijn nummer ben ik kwijt, zit ertussen. Ja. Ja, dus er zit, ja, dat is het, maar ik, ik, ga niet, ik ga niet al die zaren, et voor u noemen, alleen maar in hoeverre dat ze een beetje relevant uh, zijn. En hij, hij is echt, want, dat is nou een grote punt, hè? zodra ik Ivan ga roepen, roept iedereen altijd direct, Ivan Iwan de Verschrikkelijke. En we hebben natuurlijk meerdere Iwans gehad, dat hebt u al wel gezien, maar dit is dus Iwan de, de Verschrikkelijke. Uh, ik pak hem ook even omdat hij bijvoorbeeld ook degene geweest is. Dat ziet u hier ook wel weer terug. Hè, vrij aardige gebieden uh, veroverd heeft. Maar ik pak deze kaart er even bij om namelijk ook u iets anders te laten zien. En dit wordt, want hier komt al, u zag het al een beetje voorbij komen. En hier ziet u dat uh, de Bojaren, zoals dat dan met een mooi woord uh, heet. Kijk, een van de dingen waar uh, Rusland, waar. Moskou, laat ik het in eerste instantie zo maar even noemen. Uh, last van had en dat is een beetje dezelfde als wat we bij Pruisen en bij Brandenburg tegenkomen. in die zin heeft de ontwikkeling van Rusland en de ontwikkeling van Pruisen. lijken ook heel erg op elkaar. Uh, wat hier natuurlijk het geval is: je hebt daar het, het hertog door Moskou liggen, maar het ligt tussen aanhoudingstekens open aan alle kanten. Vanaf de kant van het oosten kun je elk moment, laten we zeggen, de steppenvolkeren krijgen die je onder de voeten gaan lopen. Vanuit de kant van het westen heb je straks de Litouwers, en je hebt de Zweden, en je hebt de Polen. En misschien vanuit het zuiden heb je dan misschien de Turken, etc. En het gebied heeft dus geen natuurlijke grenzen. Als je jezelf dus in stand wilt houden, dan kun je dat eigenlijk maar op één ding doen. Um, do ja, er zijn meerdere manieren om dat te gaan doen hoor. Niets is een wet van mede en persen. Maar je ziet dus dat je bij de bij Pruisen precies hetzelfde uh, ziet gebeuren. Dat betekent dus hè, dat je maar één manier is om jezelf te handhaven. En dat is een grote militaire macht te vestigen. Dat is een leger. Of een organisatie opzetten, waarbij dat natuurlijk heel erg belangrijk is. Doe even een stap naar voren, want straks komt dat lijstje nog wel naar buiten. Maar dat leidt bij Pruisen straks tot die beroemde Jonkerklasse. Kent u hè, die we tot in de Tweede Wereldoorlog in het leger tegenkomen? Nou, wat je in Rusland ziet, in die vroege dagen van, uh, van uh, ook onder meer Iwan IV, is dat je deze club rond hebt lopen. Ik noem ze even gekscherend: een club. Dat zijn de Bojaren. Ze zijn actief zo ongeveer van de 10e tot de 17e eeuw. Dat wil niet zeggen dat ze daarna ophouden te bestaan. Maar hun macht neemt grotendeels uh, af. Dit zijn, zou je kunnen zeggen, uh, grootgrondbezitters. Het zijn landbezitters. Maar het klinkt heel erg ingewikkeld. Dit is leuk voor Scrabble, mocht u een nieuw woord gaan zoeken. Het zijn allodiale landbezitters. En. Uh, die heb je nooit vier. Nee. Je hebt nooit vier ellen, zeggen ze hier in de scramble. Nee, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Maar wat hier aan de hand is, is eigenlijk min of meer het volgende: Wat je moet voorstellen. Zo'n tsaar heeft dus. Uh, ridders nodig om voor hem te vechten. Met daar vervolgens soldaten eronder. Dit zijn grootgrondbezitters. Maar dit systeem zit anders in elkaar. Als wat wij bijvoorbeeld bij Karel de Grote gewend zijn. Of in West-Europa. Want dan wij, spreken wij over leenheer en leenmannen. Dan ben ik de leenheer. En jullie krijgen dus voor mij land. Hè, dus zijn jullie mijn leenmannen. En in ruil voor het feit dat jullie die land et cetera hebben. Moeten jullie opkomen dagen als er oorlog gevoerd gaat worden. En dat betekent dat ik in principe dus ook het recht heb om je land af te pikken. Zo ingewikkeld is dat niet. Wat er bij hen dus aan de, aan de hand is, is dat, heel simpel gezegd, kort door de bocht, het land gewoon van henzelf is. Dus de tsaar eigenlijk in eerste instantie niets over hun landerijen gezegd, te zeggen heeft, maar dat ze in principe alleen maar trouw zweren aan de tsaar en dat ze hem beloven om te gaan... Uh, mee te gaan helpen met het vechten. Dus dit wordt een soort van een oorlogsklasse. Of dat is het eigenlijk ook grotendeels. Dit leidt straks tot twee dingen. Eén, en dat voelt u al wel aankomen: dat straks iemand als een Iwan de IV hen als een grote bedreiging gaat zien voor zijn eigen macht. Want de. Algehele geschiedenis, ook in West-Europa, of je nou naar Philips II gaat kijken of Lodewijk XIV gaat kijken, is altijd een tendens van wat we centralisatie noemen. Dat wil zeggen hè, dat vorsten, ook de tsaar, ook de koning, ook Philips II, eigenlijk het liefst zoveel mogelijk centraal bij zichzelf wil houden. En de grote vorsten en de edelen in macht wil gaan beknotten. Dus dat zie je hier straks ook wel weer terugkeren. Ik kom daar uh, later wel weer op terug. Maar deze bozjaren is natuurlijk een hele machtige uh, uh, klasse. En moet natuurlijk wel ergens zijn inkomsten en zijn geld... en al die dingen vervolgens vandaan halen. En een van de dingen die ze dan met name weten te bewerkstelligen... en ze zijn daar overigens niet de enige in, hoor... maar bij hen zie je dat heel duidelijk weer terug... dat wat ze eigenlijk... Uh, met name in, die, uh, in de latere jaren weten te bewerkstelligen, en dan moet ik ga, ik ga de verkeerde kant op. Pardon. Is wat je ziet gebeuren, is dat ze bij hen uh, het voor elkaar krijgen daar waar bij ons zou je heel simpel kunnen zeggen de hoorigheid en lijfeigenschap langzaam maar zeker afgeschaft gaat worden of helemaal gaat verdwijnen. Dat juist in Rusland veel sterker gaat worden. Dus wat je ziet, het is natuurlijk niet zo hoor dat de Bozjaren de enige groot grondbezitters zijn in Rusland. Als je wilt kijken wie straks de meeste grond inbezit heeft, kom je één straks uit bij deze bozjaren. We zouden later zeggen dat, zijn de oude, dat is de oude Adel, weet je wel. Die is Wat wij dan heel vaak over spreken. De tweede grote grondbezitter is de kerk. de kerk, kloosters. Ja, daar kun je je gif op innemen, dat is altijd zo. De derde is het de zaal zelf. En de vierde, hè, dat, dat lijkt heel erg op het fenomeen wat wij natuurlijk bij ons ook kenden. En natuurlijk komt daar later wel verandering in met zijn tijden van Iwan IV, et cetera. Is dat ongeveer zo? Dat zijn dus gebieden die ik in mijn bezit heb, of gebieden die ik verover. En jullie hebben mij dan vervolgens geholpen. En dan worden jullie een soort van, laten we zeggen, een tijdelijke uh, adel grootgrondbezitters. Dus ik verdeel vervolgens al dat grond wat ik nu heb onder jullie. Jullie zijn trouw aan mij en alles wat daarbij hoort. Maar er hoort dan straks wel één belangrijke regel bij. Ja, als, je, als je kinderen hebt, is dat dan jammer? Ja, dat, wil je, nee, dat is, is niet jammer. In die zin het is het leuk dat je kinderen hebt. Maar als je dus komt te overlijden, is het niet zo dat het grondgebied aan je kinderen overgaat. Dus dan valt het weer terug aan het tsaar. Dus het is een bron van macht van de tsaar. Maar let u even op wat hier eigenlijk gebeurt. Horigheid en lijfeigenschap. In Europa kennen we natuurlijk ook al heel lang. He? Bij ons ontstaat de horigheid en lijfeigenschap aan het eind van de Romeinse Rijk. en het begin van de middeleeuwen. En je ziet bijna altijd dat dat met name bewerkstelligd wordt door een aantal dingen. Laten nou, we maar even een stap weer hier weer terug gaan doen. Kijk, Rusland is natuurlijk. Het latere Rusland. en ook dit gebied wat u hier ziet. is gewoon heel erg groot. Het Twee, het expandeert de hele tijd, mag je rustig uh, zeggen. Drie, het is niet altijd even vruchtbaar. En, uh, en om niet te zeggen, de grond is soms heel snel uit put, uitgeput. Maar vier, en dat is het allergrootste probleem: en dat heet gewoon gebrek aan personeel. Groot-grondbezitters hebben gewoon heel veel moeite om mensen te vinden om hun land te gaan uh, verbouwen. En dat is net zoals vandaag de dag, als u vandaag de dag, ik zou zeggen, Anno 2023, elektricien bent, en u hebt een werkgever, en die werkgever gaat u niet goed betalen of weet ik veel nog wat, dan zwaait u met uw handje en dan zegt u van nou, voor u vind ik twee, drie andere werkgevers. En dat zie je hier ook gebeuren. Hè. In, in het Rusland, bij ons, in het Westen, ontstaat vooral de hoorigheid in lijfeigenschap. Doordat op een gegeven moment aan het eind van het Romeinse Rijk de belastingdruk voor boeren zo groot werd dat ze gewoon de benen namen. Dat ze op een gegeven moment zeiden van dit gaan wij niet meer doen. En dan komt er vervolgens een wetgeving die zegt dat je niet meer van je land weg mag lopen. En dan ben je je vrijheid kwijt. En een soortgelijk iets zie je hier dus ook. Hè. Dan zit je dus als een boer zit je ergens. Dan heb je dus een groot grondbezitter boven je. En voor Rusland gold in basis de regel dat je dus tot eh, zeg maar eind van de 15e eeuw. Had je het mooie fenomeen in vele streken. Dat heet heette dan met een mooi woord de sint Dat was de dag van Sint-George. Dat is het, de heilige Sint-Joris. Rond 26 november, de week daarvoor of de week daarna, kon je dus gewoon tegen je landheer zeggen: "Toedelendoki, bekijk het maar. Ik zie het niet meer bij jou zitten. Ik ga weg en ik ga naar een andere plek toe." Ja, waar je, dan naartoe? Uh, je zoekt of een andere heer, dat kan. Dus ik zal straks laten zien wat nog een andere optie wordt, hoor. Maar dit is: dit is de, 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 in ieder geval heb je dan nog de gelegenheid om weg te kunnen, uh, kunnen lopen. Goed, het is het, uh, hier ziet u zo'n voorstelling hè, van uh, hoe dat dan zo'n uh, lijfeigene bijvoorbeeld vertrekt en afscheid neemt van zijn heer. Uh, even over het schilderij zelf: het is, uh, het is van meneer uh, Ivanov. Uh, afkomstig. Ik ga hier natuurlijk niet heel erg uitvoerig in, maar dit is een van die schilders die behoren tot die beroemde zwervers, tot die beroemde trekkersgroep. Heb ik hem er nog bij zitten? Ik ga alweer, ik, ben, ik ga steeds de verkeerde kant op. Zo. Deze, de Peretvishnik groep. Kent u ze nog, de groep rond Ilja Repin? ja. Dat is het, ja, heel goed hoor ik hier hè, in Assen en in Groningen zijn er onder meer uh, exposities van, uh, van geweest. Een van, de, een van die trekkers, hè, een van die zwervers, uh, uh, was deze meneer uh, Ivanov. En die heeft hier dus uh, dat middeleeuwse principe van de Seniorensdag uh, geschilderd. Ik ga nu nog niet heel uitvoerig in horen op het werk van dit soort schilders. Maar één, wat u zich natuurlijk wel moet realiseren. Is dat we hen, als je het hebt over de wereld van de kunst en cultuur en over de schilderijen, dat het allemaal slechts begint in de 19e eeuw. Ik roep ook altijd tegen u: noem mij een bekende schilder uit van voor 1850. Noem mij een beroemde architect uit Rusland van voor 1850. Noem mij een beroemde componist uit Rusland van voor 1850. Roem, noem mij een beroemde schrijver van voor 1850. Noem mij een beroemde. Beroemde dichter, nou dat mag ik durven niet te zeggen, want daar hebben we Pushkin net zitten. Dus die leeft er nog net even van tevoren. Maar voor de 19e eeuw kom je dat niet tegen. Als je in de 19e eeuw gaat kijken naar de schilderkunst in Rusland. dan kom je bij de wereld van de iconen uit. Dus als je iemand gaat vinden, is het hooguit een iconenschilder. En niet iemand die in de westerse traditie aan het schilderen is. Bedenk je wel, hè, als je naar dit soort schilderijen gaat kijken, bij hen in het Rusland van de 19e eeuw, maar laat ik maar zeggen het Rusland van de 17e eeuw, het Rusland van de 18e eeuw, het Rusland van de 19e eeuw, het Rusland van de 20e eeuw en het Rusland van de 21e eeuw is niet een Rusland van vrijheid. Vrijheid van meningsuiting en dat soort zaken meer. Vrijheid van, uh, ja, laat hem zeggen, je grondrechten, democratie kom je eigenlijk vrijwel niet tegen, ook niet in de 19e eeuw. En als u een schilderij als dit ziet, Kijk, die Russische schilders in deze periode, ik kom er nog wel weer op terug. Die maken zich ook helemaal niet druk zoals wij in West-Europa. Of wij nou met puntjes of met streepjes gaan schilderen. Of wat voor kleuren dat wij dat gaan doen. Expressionistisch of weet ik veel nog wat. In Rusland is alles kunst en cultuur na 1850 gewoon politiek. Alleen, je mag het niet hardop zeggen. Dit schilderij is in principe deels ook een aanklacht tegen het feit dus dat de horigheid en lijfeigenschap rond 1850, 1860 in Rusland nog steeds bestaat. En dat ze dus dit voorrecht, laat ik maar zeggen, he, van de Seniorisdag dat dat opgeheven is. En het grote punt is he, dat het alleen maar erger gaat worden in de loop der jaren. Hier, ik sluit het even op. Ik kom je op terug hoor. Ik laat het u zo zien. Maar ik zie geen zorgen wat ik net oversla, pak ik zo weer terug. Wat je bijvoorbeeld ziet gebeuren hè, dat in 1597 Boris Godunov, die dan waarnemend zaar is, zeg ik dan even. Die ontneemt dan vervolgens de boeren het recht op Seniorisdag. Dus dat betekent vanaf 1597 mogen boeren niet eens meer weg op deze periode. En die zitten dus dan voor eeuwigheid daaraan vast. Let u even op, hè? 1597, dan zitten wij, Slag bij Nieuwpoort zo ongeveer. Dat is het moment wat daar plaatsvindt. En tegelijkertijd wordt de regel ingesteld: als je weggelopen bent, mag een eigenaar je tot vijf jaar na die tijd nog steeds weer terug zien te vinden en op je land te uh, uh, terugplaatsen. In 1607 komt er zelfs een hele... reeks van uh, wetten... Hè, en, en uh, bepalingen... hoe dat hè, als je op een gegeven moment... iemand verbergt... Van, uh, van een horig of lijf eigenlijk die weggelopen is... wat voor straffen dat daar vervolgens voor staan. Wordt u al een beetje vrolijk? Ik niet in elk geval... als ik hier naar luister. En dan in 1649... dan krijg je dat Rusland voor het eerst... Een soort van, van een algehele code, een wetboek krijgt waar al die regels bij elkaar gevoegd worden en op elkaar afgestemd worden. Het eh, Sobornou Olu, Nou, ik ga het ook niet uitspreken. Mijn Russisch is toch helemaal niks. Laten we even. Uh, oluzne, j, ole olizne, j, of zo, weet ik veel wat. Let u even op, he, dan gaan we weer. 1649 is het jaar na onze vrede van Münster. Dus het is in het midden in onze Gouden Eeuw. En dan krijg je dus in dat algehele grote wetboek, overkoepelend iets wordt vastgelegd. Hè, de positie van boeren en van slaven. En wordt gezegd dat je voor altijd eeuwig in die klasse thuis hoort. Dat je... Ja, je bent echt een klasse in dit geval. Dus waar je in, in thuis hoort. Verklaart daarbij de horige klasse als onveranderlijk en erfelijk. Dus één keer dit en je komt er nooit meer uit. Heel simpel uh, gezegd. Betekent ook vervolgens hè, dat als je überhaupt in Rusland wilde gaan reizen en het grondgebied van je, uh, je grondbezitten wilde verlaten, moest je daarvoor een speciaal paspoort hebben. Want anders zou je mogelijkwijs kunnen op, uh, opgepakt gaan uh, worden. En daar zie je het alweer. En ja, goed, je ziet zelfs de tijdslimiet van vijf jaar om een weggelopen boer weer terug te sturen naar zijn eigen land, wordt eh, uiteindelijk omgezet in onbeperkt. Dus als je je 30, 40 jaar later nog eens een keer weer weet te snappen, dan ben je alsnog het haasje in eh, dit geval. Ja, u wordt hier niet vrolijk van, hoop ik. Ik in elk geval niet, moet ik eerlijk bekennen. En wat zie je daar natuurlijk gebeuren? Dit is gewoon een ruiltje, hè? Voor het grotendeels. Die adel die zegt op een gegeven moment: van wij zijn trouw aan jou als Tsa zijnde, maar we willen daar iets anders voor terug. Dus als jullie dan zorgen hè, dat wij het personeel houden, zou ik bij wijze van spreken zeggen, en een grotere macht gaan krijgen over onze lijfeigenen, dan sluiten wij uiteindelijk zeg maar, grotendeels deze deal. Kunt u dit nog volgen? Ja. Dit leidt tot een, tot een aantal dingen. Hè? Hier, nou goed, de volgende stap is dan dit. Hè? De landeigenaar kon de lijfeigenaar zonder land overdragen aan een andere landeigenaar, terwijl hij de persoonlijke eigendommen van de familie van de lijfeigenaar behield. Dus op, op een gegeven moment ben je eigenlijk bijna een beetje een slaaf. Je kunt gewoon verkocht worden aan de buurman, en dan moet je je spullen vervolgens achterlaten. En nou dan, uh, dan ben je vervolgens daar als eigendom uh, van. Nou goed, een beetje troost. De landeigenaar had echter niet het recht om de lijfeigene te doden. Ja, dat is, het. <laughs> dat is wel het minste wat je zo ook onder meer kunt, uh, kunt verwachten. Maar het, 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 lijfeigene doden, ja, dat, als je als groot grondbezitter dat deed, was natuurlijk geen haan die daarna kraaide. Met uitzondering dan van dit. Hè. Ik, zeg maar even, uh, ik pak even Cora uit dit geval: uit. Nee, joh, 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 niet meer, ik maak jou direct tot groot grondbezitter. Dat ben ik zelf namelijk ook. Ja, is het, ja nee, het is een het, voorrechte positie in dit geval. Maar dit zijn jouw nou, ja, jou, uh, lijfeigenen en dit zijn mijn lijfeigenen. Uh, en nou loop ik ineens hetty op straat tegen, weet ik veel nog wat. En hetty doet iets verkeerds, en ik, ik krijg een woedeaanval. En ik sla hetty vervolgens de hersenen in, dus Hetti is dood. Oh. Dus ik heb een horig of een lijfeigenaar gedood. Dus wat doe jij dan? Dan zeg jij, ja, dat is de normale regel. Je zegt van nou, je hebt een horig of een lijfeigenaar van mij doodgeslagen, dus ik wil eentje van jou weer terug. Dus dan zeg ik vervolgens van nou, dan ga jij uh, in de plaats van Hetti uh, van en dan. Uh, Klaar, geregeld. Dat is het systeem waar je mee te maken krijgt. Ja, we zullen dat wel zien, er zijn meerdere opstanden uit voortgekomen. Al die opstanden die plaatsgevonden hebben, van Ste 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 Stefan Rezin is er een hele beroemde van. We zullen straks eentje onder Peter, onder Katharina de Grote. Komen we later nog wel weer tegen. Tuurlijk is dat ook wel deels het geval. Maar goed, het verhaal is toch. Uh, het komt nog. Dus dat is het, uh, het. Laat ik het zo even heel simpel zeggen. Wat dit oplevert, moet u eventjes bedenken hoe dat de structuur straks van het land grotendeels in elkaar zit. Grotendeels zijn er altijd wat nuances in. Maar in basis betekent dat dat het volgende eigenlijk plaatsvindt. Als ik bijvoorbeeld tsaar ben. dan lijkt me een leuke positie in dit geval. Dus ik ben tsaar. Dan zijn jullie bijvoorbeeld de grootgrondbezitters. Jullie zijn als militaire figuren, et cetera, zweren jullie trouw aan mij. Maar wat er vervolgens gebeurt, jullie hebben dus groot grondbezit. Maar wat er dus op jullie groot grondbezit gebeurt, is jullie verantwoordelijkheid. Dus jullie spreken recht op je eigen groot grondbezit. Als er belasting gegeven moet worden, doen jullie dat op jullie eigen groot grondbezit. Als er, euh, nou ja, weet ik veel, euh, de, 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 de recht gesproken moet worden, belasting gegeven moet worden. Als er, nou, als er soldaten moeten komen, zorgen jullie dus dat er soldaten komen. Dat betekent dat je dus een systeem hebt waarin grotendeels dingen, laten we even heel eerlijk zijn... Als rechters, als ambtenaren, als handelslieden, dat soort dingen. in zo'n land vrijwel niet aanwezig zijn. Uh, 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 het is natuurlijk niet vrijblijvend, er zijn wel wetten, hè, dus in, in die zin. Maar in principe is het natuurlijk wel heel willekeurig. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus dat is, dat is heel erg uh, grotendeels. Grotendeels het uh, geval. Maar het systeem rolt nog ietsje verder, mag je rustig zeggen. En dit is de grote opzet. Wij als grootgrondbezitters zijn dus verantwoordelijk voor jullie als horigen en lijfeigenen. De algemene opvattingen van de grootgrondbezitters wa was over horigen en lijfeigenen. wat zeiden jullie? Ach, jullie zijn mijn kinderen. beetje dom. Hebben We hebben wat leiding nodig, en uh, verder uh, ja, hoef je niks eigenlijk van jullie te verwachten. Scholing, onderricht, et cetera, zou onze taak zijn, maar over het algemeen gebeurt dat natuurlijk niet. Het enige wat jullie hoeven te doen is het land te bewerken. In Rusland zie je, en dat is, mag ik nog? Ja, in Rusland zie je daar nog een ander heel belangrijk fenomeen terugkeren. En dan zie je straks he, van, van: je zult alles pas bij elkaar horen, wat er uiteindelijk is. In Rusland zie je dus dat het hele systeem nog een ander fenomeen kent. En dat noemen wij met een mooi woord: de meer. Ja, de, de meer, meer betekent meerdere dingen in het Russisch. Het betekent onder meer vrede. We hadden vroeger ook zo'n zo ruimtestation, dat heette ook meer. Misschien dat u zich dat nog kunt, kunt herinneren. Meer betekent vrede, meer betekent volgens mij wereld. Maar meer betekent eigenlijk ook dorp of dorpsgemeenschap. En wat je dus moet voorstellen, hè, want als ik een groot grondbezitter ben. Dan, he, dan zijn jullie de horigen en lijfeigenen, maar dan vormen jullie bijvoorbeeld twee dorpsgemeenschappen. En zo'n dorpsgemeenschap of meerdere dorpsgemeenschappen vormen dan gezamenlijk een meer, zoals dat dan heette. En, en dat betekent dus eigenlijk min of meer het volgende. Hè? Dit is mijn groot grondbezit, doe ik dan maar weer even. Het grootste deel, eigenlijk is alles natuurlijk van mij, maar het grootste deel van de landbouwgrond moeten jullie als boeren voor mij gaan bewerken. Maar jullie hebben als dorp tegelijkertijd ook een stuk grond tot je beschikking, zodat je dus in je eigen onderhoud kunt voorzien. Dat klinkt allemaal niet zo heel erg ingewikkeld wat dat betreft. Maar in principe gebeurt alles collectief, want zo'n dorp heeft een dorpsraad en die beslist over alles, zo ongeveer. Dat wil zeggen, we hebben een aantal akkers in de omgeving zitten. En eh, om de zoveel tijd komt die dorpsstraat bij elkaar. En die gaat dan kijken. En die zegt dan: van, Oké, okay, uh, 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 jij hebt uh, veel kinderen, dus jij hebt, uh, hebt meer monden te voeden. Dus jij hoort een groter stuk grond te krijgen dan jij. Want jij hebt geen kinderen. Dus dan wordt vervolgens. Hè, de te verbouwen grond wordt vervolgens verdeeld op basis van wat je eigenlijk meer of meer nodig hebt. Alleen kan het zijn dat als je 10, 20 jaar later verder komt en jouw kinderen zijn groot geworden of weet ik veel nog wat, dat er op een gegeven moment gezegd wordt van ja, maar nou heeft hij. En wordt dus het land vervolgens weer onderverdeeld op een andere manier. Twee, het land is over het algemeen in stroken ingedeeld. En dat betekent dan tegelijkertijd dat jij niet voor jezelf kunt beslissen wat je wanneer gaat verbouwen. Want als jij daar een strook land hebt, heb jij een strook land wat ernaast zit. En jij hebt ook een strook land wat ernaast zit. En als dorpsgemeenschap, als meer, beslis je dan vervolgens wat daar dit seizoen verbouwd wordt. Of wat er in die hoek verbouwd wordt. Of wat er in die hoek verbouwd wordt. Dus dat gebeurt allemaal collectief. Voelt u een beetje het systeem aankomen. Als er een vreemdeling in het dorp komt en er wordt beslist hoe dat er met hem omgegaan dient te worden, komt de dorpsraad bij elkaar en beslist daar vervolgens over. Als er iemand het in zijn hoofd haalt om een paard te stelen, wat essentieel is voor onze dorp, etcetera, dan komt de dorpsraad bij elkaar, spreekt recht en zal die waarschijnlijk opgeknoopt worden. Als je dingen tegen de wil van het dorp indoet of tegen de regels van het dorp indoet, word je heftig teruggeflouwd. Daar gaan we weer. Sjaan is net nieuw, die is hier net bijgekomen, dus dan hebben we dat. Hè, zo ongeveer. Dus die heeft nog het idee van: ik kan de regels waarmee laaslappen. La, la, Dit is letterlijk een voorbeeld, hè. dat kennen we gewoon uit de, uit de geschriften. De, 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 de vruchten, dat is allemaal maar niet kloppen hoor, maakt verder niet zoveel uit. Maar wij als dorpsgemeenschap hebben aan de rand van het dorp en aan onze gemeentegronden, daar zitten uh, veel braamstruiken. Dus nu hebben wij met z'n allen afgesproken, in de meer als dorpsraad, zijnde dat wij op 15 augustus bramen gaan plukken. En daarna, zo ongeveer. Maar ja, Sjaan die denkt van: ik, uh, ik ga lekker op 10 augustus, want dan ben ik de andere voor. En dan krijg ik dus veel meer bramen dan de rest. En Sjaan wordt gesnapt. Nou, dan, dan val je dus buiten het collectief. Dus dan, wat, gaat er, wat gaat er dan met je gebeuren? Nou, dan word je dus voor het dorpsraad uh, gehaald. Dan word je dus veroordeeld, het tot schande gemaakt. En de praktijk waar het dan op neerkwam, is dat Sjaan dan uh, tot op een uitgekleed werd. En dan uh, onder veel pot en pannen gerammel door het dorp werd uh, gejaagd. Terwijl ze bekogeld werd met stront en rotte eieren en al dat soort zaken meer. Dus ze werd aan alle kanten tot schande gemaakt om haar in te wrijven dat je dit nooit van je levensdagen mag doen. De meer is een collectief. De meer beslist over alle grote belangrijke zaken in dit geval. Een van de dingen die namelijk geldt voor de grootgrondbezitter. is dat de grootgrondbezitter soldaten moet leveren. Nou let u even op: als je in Rusland in de 17e, 18e eeuw in het leger ging. dan ging je voor 20, 25 jaar in het leger. Als u weet dat in Rusland de gemiddelde levensverwachting 40 jaar is. Weet je dus dat als je naar het leger vertrekt. de kans dat je je dorp ooit weer ziet is 0,0. Wie gaat er naar het leger? De meer beslist, collectief. Dus de dorpsstraat komt dan uiteindelijk bij elkaar. En die wijst op een gegeven moment aan welke jongeman naar het leger gaat. En welke jongeman uiteindelijk achterblijft om op het land te werken. Wat is de dorpsstraat? Is het gekozen? Ja, de dorpsraad moet je iets voorstellen als de, de raad van de oudsten, weet je wel. Dus de oudste tel, waarschijnlijk mannen ongetwijfeld, van elke familie. Die komen dan bij elkaar en die nemen dan uh, de grote, grote beslissing. Voelt u dit een beetje aankomen? Ja. Snapt u een beetje hoe dat het systeem intussen in elkaar zit? Nou, tweede grote gewetensvraag die je natuurlijk krijgt. U bent nu allemaal lijfeigenen op mijn landerijen. En ik zeg lekker tegen u van, nou jongens, straks in april, mei wordt het weer tijd om te, om te zaaien en dat soort dingen meer. Hurry up, aan de slag. Wat doen jullie? Wat zeg je? Zaadkoper. Ja, nee, 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 maar. Nee, nee, nee. nee maar even, even, even voor jezelf. Hè? Want waar leidt dat toe als jullie voor mij moeten gaan werken? Nee, ik kan niet erg Nee, precies. Nee, ja, precies. Je, je gaat natuurlijk de kantjes eraf lopen. Het, 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 het wordt natuurlijk nooit, laat ik maar zeggen, het maximale ga je eruit halen. Dat zul je hooguit misschien doen met je eigen akker. En zelfs daar zul je misschien uit moeten gaan kijken. Of, of die grootgrondbezitter niet ineens voorbij komt en denkt zoiets van: ho jongens, daar wordt te veel verbouwd. Dus ik druk het vervolgens achterover. Of wat ook kan. In dit geval is dat iemand gewoon denkt van: Ach, weet je, ik kan ook wel een beetje van de grootgrondbezitter afhalen. Of weet ik veel nog wat. Of ik ga de zaak opzettelijk saboteren. Dit zijn allemaal van die dingen die uiteindelijk voorkomen. Ja? Wat zeg je? Ja. Nou ja, dat, het, het, punt, het punt is, Rusland heeft natuurlijk regelmatig hongersnood uh, gekend. En dat uh, ook, ook in latere periodes. Gewoon omdat die boeren dan op een gegeven moment ideeën waarvoor zou ik het in vredesnaam zoveel graag gaan verbouwen. Als ik er toch niks aan overhoud, als ik maar voor mezelf wat heb. Dat is een reflex die je elke keer weer terug ziet keren. Maar let u even op, hè, want ik probeer de lange lijnen door te trekken. Dit is de wereld, dus van horigen en lijfeigenschap. Zoals we die natuurlijk kennen in de 17e eeuw. Zoals we die kennen in de 18e eeuw. Zoals we die ook kennen in de 19e eeuw. De horigheid en lijfeigenschap in Rusland. Uh, ik heb het niet meer exact nagetrokken. Nagekeken, maar ik dacht dat het op papier de wet ergens in 1864-68 aangenomen werd. Dan duurt het nog een aantal jaren voordat uh, die wet uiteindelijk ingevoerd wordt, zoals het natuurlijk vaker gaat, Van je moet je daar vervolgens even op voorbereiden. En dan is natuurlijk: hè, dan schaf ik de hoorigheid en lijfeigenschappen af, maar dan ben ik er natuurlijk nog niet. Wat doen we met het land? Die boeren die zeggen, ja, dat land is eigenlijk van ons, want wij werken daarop. Ja, nee, zegt de grootgrondbezitter, dat land is van ons. Dus de zaak moet verdeeld worden. Nou, u voelt er wel een beetje aankomen hoe dat die verdeling vervolgens in het werk gaat. Wie krijgt het grootste stuk en wie krijgt de beste stukken, dat is de voormalige grootgrondbezitter. Het dorp krijgt dus het kleine stuk en krijgt dus de mindere stukken. Ja, niks nieuws onder de zon zult u zo ongeveer uh, zeggen. Maar daar geldt natuurlijk de volgende regel ook nog eens een keer weer bij: dat weliswaar hen krijgt als dorp zijn vrijheid en krijgt zijn eigen grond, maar zegt de overheid en het zaar, die grootgrondbezitter moet wel gecompenseerd worden voor het verlies wat hij heeft geleden. Dus er moet nog tientallen jaren een soort van een aflossing betaald worden voor het feit dus dat je die grond en je vrijheid hebt gekregen. Wordt u al vrolijk? En die last van die afbetaling ligt niet op jou als individuele boer, maar ligt dus op de meer, op het dorp. Wat er dus voor zorgt. Dat als Hetty het nou in haar hoofd haalt om het dorp te gaan verlaten. Dat ze eerst de toestemming van de rest van het dorp moet krijgen. Omdat ze anders de rest van het dorp met de schuld achterlaat. <laughs> Snapt u? Dus je ziet weer, klim. Ja, ja. Even doorlopen. Dus dan zie je langzaam en zeker dat de horigheid en de lijfeigenschap wordt afgeschaft. Even, dus je krijgt steeds meer vrijheid. Nou let even op wat er in Rusland gebeurt. 1917 krijgen we de Russische revolutie. Dan krijgen we een korte periode met relatieve vrijheid tussen, nou zeg maar 1921 en 1928. Dan krijgen we de periode van Stalin. En dan krijgen we de invoering van de kolgozen en de sofgozen. De collectieve boerderijen. Maar dan is het horigheid en lijfeigenschap toch eigenlijk bijna voelflong weer terug. Ja. Alleen de bazen hebben een andere naam. Vroeger heetten ze het grootgrondbezitters en de aristocratie en de adel en weet ik veel nog wat. En nu zijn het de apparatski van de communistische partij die het voor het zeggen hebben en die de lakens uitdelen. En in 1989 valt dan uiteindelijk de muur. En dan wordt Rusland zogenaamd vrij. Maar wordt corrupt van hier tot ginder. En wat zie je heel snel gebeuren? Al die landen worden natuurlijk op een gegeven moment te koop aangeboden. En jullie als boertjes hebben daar wel mee te maken. Maar hier komen de, de slimme vogels met het geld en de macht vervolgens. En die kopen het meeste grond op. En worden de nieuwe oligarchen en de nieuwe kleptocraten van Rusland. En dan ben je twee eeuwen verder en heel veel veranderd is er intussen niet. En datzelfde geldt voor de wereld van de vrijheid. Want in de 19e eeuw heb je geen vrijheid van meningsuiting, heb je geen grondwetten en is er geen democratie. In de 20e eeuw, onder de Sovjet-republiek, heb je geen vrijheid van meningsuiting, heb je geen grondrechten en is er geen democratie. Voor de 21e eeuw, ik durf het bijna niet meer te zeggen. In, 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 in Rusland, de vrije boeren. Uh, 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 ja, dat, dat is op een gegeven moment een klasse die zich natuurlijk op een gegeven moment wel gaat ontwikkelen. Dat klopt. Maar wat je dus moet voorstellen. is dat ten tijde van de Sovjetperiode. worden de vrije boeren dus grotendeels weer. De, ja, ik zeg bijna letterlijk de nek omgedraaid. Wat ja, afweken. Ja, want dit, dit, is, dit is natuurlijk. Kijk, die wereld van de vrijheid van Rusland. En vandaarom zeg ik ook, he, van ik, ik gooi nu alles over jullie heen. En je hebt misschien heel veel zwaar over na, na te gaan denken uh, wat dat betreft. Maar de periode he, waarin de Russen tussen aanhalingstekens echt vrij geweest zijn. Nou, even natte vingerwerk hoor. Tussen februari en oktober 1917, denk ik. Toen kon je eigenlijk vrijwel alles doen. Tussen ongeveer 1921 en 1928 tijdens de nieuwe economische politiek van Lenin, die gewoon wel gedwongen was om, uh, om de strikte regels eigenlijk min of meer los te laten. En nou, ik zou zeggen, na 1989 met Gorbachev en Boris Yeltsin. En daarna als uh, Poetin weer komt, wordt het allemaal weer schiedings weer teruggedraaid. En nou zitten we met, ja, nou, ja, wij zitten en zij zitten ook vooral met de gebakken, uh, gebakken, gebakken peren. He, maar dit is de, de grote ontwikkeling die je, die je, die je tegenkomt. He. En dan, die, die, die vrijheid is ook gewoon iets wat ze niet kennen en wat ze niet waarderen en waar ze ook natuurlijk alleen maar de chaos van zien. Je hoeft ook alleen maar te kijken naar iemand als Boris Yeltsin. Uh, nee, naar nou, Boris Yeltsin laat ik, laat ik even zijn voorganger gaan nemen. Gorbachev, wij vinden Gorbachev zo'n peer. Met het feit dat hij een eind gemaakt heeft aan het Sovjet-systeem. In Rusland wordt hij door de meeste Russen heel anders gewaardeerd. Omdat hij één, vinden ze, het land in chaos gestoord heeft. Omdat het hele Sovjet-systeem natuurlijk opgeheven wordt. Twee, omdat uh, het gevolg van Boris Yeltsin, uh, Boris Yeltsin, ik denk een keer met mijn met Boris Yeltsin, met, zijn, met Gorbachev geweest is dat Rusland, wat ze natuurlijk altijd waren, een grote wereldmacht. Maar daarna niet meer. Drie, hè, dankzij Gorbachev heeft Rusland, in principe de Sovjet-Unie, heel veel gebied en macht verloren. Sowieso, hè, de satellietstaten als Polen en Roemenië gingen allemaal hun eigen, uh, eigen weg. Maar tegelijkertijd zag je natuurlijk ook dat gebieden als Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen, wat eigenlijk echt als Rusland beschouwd werd, dat ging vervolgens zijn eigen weg. Ja, en dan en de oorlog in Tsjetsjenië. Ik, ik weet niet of je er ooit al bij stilgestaan hebt. Hè, maar dat is natuurlijk ook heel erg. Om, ja, ik weet niet hoever u de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie kent. Hè, maar wij kennen natuurlijk na 17, 1917 tot, nou laat ik maar zeggen, ongeveer 1920, 21, prik me niet op vast, kennen wij een uh, burgeroorlog hè, in Rusland. Want dan heb je aan de ene kant de Communisten onder leiding van Lenin en Trotsky. En daar tegenover heb je wat we dan heel vaak noemen de Witten Dus dat zijn nog de oude partijen, de aanhangers van de Tsaar. de mensen die het niet eens zijn hè, met die, dat communisme wat er op, op komt zetten. En, uh, en dat is natuurlijk ook tegelijkertijd een periode geweest waarin. Eh, prik me niet van vast hoor als ik af en toe een keer een verkeerd gebied noem, maar waarin natuurlijk gebieden als Georgië en Tajikistan uh, en dat soort op een gegeven moment ook gezegd hebben van toedeledokie Rusland, bekijk het maar, wij gaan ons eigen pad. En wat je dan ziet gebeuren, dan komt Lenin en zijn bolsjewieken uiteindelijk toch aan de macht, maar wat ze dus doodleuk doen is al die gebieden weer opnieuw heroveren en weer inlijven bij het Russische Rijk. Ja, nou na Gorbachev krijg je dan Boris Yeltsin, Boris Jel, ja. <tolacht> Staat hij een beetje te tonnen op zijn benen en knijpt dan de, de secretaresses in de billen <naszej Visual> in> en dat soort zaken, uh, dat soort, soort zaken meer, et cetera. En, maar dat is natuurlijk ook van, half Rusland schaamde zich natuurlijk voor dat je er zo'n president op nahield. Maar, ja, ik bedoel, we hebben nou Poetin. Maar je moet natuurlijk bedenken, dat, dat, dat heb ik ook begrepen. Hè. Boris Yeltsin is op een gegeven moment teruggetreden. En heeft Poetin als zijn opvolger aangewezen. Nog iets om over na te denken. En die heeft toen met Poetin in elk geval de deal uh, gesloten: dat hij af zou treden en dat hij plaats zou maken voor Poetin. Op voorwaarde dat Boris Yeltsin nooit. Op welke manier dan ook vervolgd zou worden of aansprakelijk zou worden gesteld voor datgene wat hij tijdens zijn regeerperiode gedaan heeft. Waarom is dat relevant? Omdat als je namelijk straks gaat kijken: als je Poetin weg wilt, wat wil je met hem? Hij moet gewoon inslapen. Hij moet gewoon inslapen, ja. Neem maar snap je wat, wat hier namelijk aan de hand is. Want dat betekent dat voor iemand als Poetin, als je zegt van we moeten hem gewoon laten inslapen, dat je dus maar één ding kan doen, en dat is doorgaan totdat hij dood is. Ja, dat, 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 zal, dat, zal waarschijnlijk, dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. Want ja, nee, maar, het, nee, maar dit, dit zijn ethische dilemma's. hè. Want dan kun je dus de keuze hebben van wat moeten we dan uiteindelijk doen. Kun je ook tegen Boris Yeltsin zeggen: Weet je, als je nou gewoon aftreedt en dat, 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 de vrede verklaart, dat soort, dan mag je wat ons betreft in de chique villa op Mallorca gaan wonen. Of weet ik veel nog wat. En dan laten we jou verder met rust. Het is wel een uitweg, hè? Het, 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 het is. Je kunt oorlog voeren, maar je moet ook nadenken hoe dat je vrede wilt bewerkstelligen. Laat ik het even heel ingewikkeld uh, maken. Nou, wederom, uh, even nog zo'n voorbeeld van zo'n zo schilderij. En natuurlijk zijn er allerlei schilderijen van uh, gemaakt. Ook dit is eentje. Hein? In 1875 wordt die wet ingevoerd: hè, dat landeigenaren hun boeren mogen verkopen zonder land. In, la in ieder geval in bijvoorbeeld Pruisen en Polen, et cetera, mocht dat niet. Dus daar kon je nou een stuk land kopen, maar dan verkopen, maar dan ging de boer dus vervolgens mee. Dit is eigenlijk gewoon bijna slavernij. Ook hier weer zie je zo'n schilderij. Hè, in dit geval van uh, Nikolai uh, Vasilevich. Uh, ook zo'n man die bij die zwer zwervers, bij die trekkersgroep hoorde. Die hier, dit schilderij heet met een mooie titel: uh, een koopje. Dus deze jonge vrouw wordt uh, ja, voor een prikkie. ...gekocht door die mooie man daar met zijn pak aan. En die zal er dan vervolgens hè, mee, uh, mee, uh, mee, uh, mee gaan, uh, gaan vertrekken. En zij heeft daar in basis eigenlijk niets over te zeggen. Wat doe je in die vroege jaren als je een lijfeigener bent... ...en als je op een gegeven moment toch weg wilt lopen? Waar ga je dan naartoe? Nou goed, dat kent u al wel een beetje, zou ik bijna willen zeggen. Dat, en ik heb het net even overgeslagen. Maar kijk even naar deze kaart. Dan ziet u he, dat bijvoorbeeld aan de randen van wat hier, zeg maar het oude Rusland gezien uh, wordt, dat daar dat volkje woont, woont wat iedereen kent, en wat we namelijk kozakken noemen. En de Kozakken was natuurlijk een soort van een ruitervolk, deels een steppenvolk, die ook bekend stond omdat ze namelijk heel erg ge ge gesteld waren op hun vrijheid. Dus je het lange tijd zag je dus als dus een, een, een lijfeigene wegliep, dat je dus dan naar de Kozakken toe ging. En dat maakt die Kozakkengroep ook zo moeilijk vatbaar, omdat het niet zo'n zuiver een etnische groep is, maar dat er dus ook een groep is gewoon, waar heel veel van dit soort mensen naartoe gevlucht zijn. Snapt u? Kunt u het nog volgen? En dat levert dan ook onder meer dit beroemde schilderij van Repin op. He, dat kent u uh, uh, wellicht nog. Dat heb ik vorig jaar nog aan, aandacht aan besteed. He, maar dan heb je het over deze. Hier zitten die Kozakken he, bij de wereld van de Krim. Wat u dan, uh, dan hier ziet. En he, dat levert ja, dit beroemde schilderij van Ilja Repin op. Waarbij die vrijheidlievende Kozakken... net oorlog tegen de Turken gevoerd hebben. En de Turken vervolgens verslagen hebben... En dan heeft de sultan, uh, zo gaat het verhaal, een brief gestuurd naar deze kozakken toe. Waarin hij schrijft, hè, wij de groot mufti van weet ik veel nog wat. En de prins van en de doorluchtige van zus en zo. Hè, wij eisen dat jullie je nu uh, over gaan, uh, gaan geven. En dan besluiten zij, en zo gaat het verhaal, wat waarschijnlijk niet waar is hoor. Of tenminste misschien wel waar, maar die brief is er niet meer. Wat we nou hebben is waarschijnlijk gewoon een vervalsing. Maar hier hè, zie je hoe dat die kozakken rond de tafel verzameld zijn. En een brief formuleren zoals die teruggestuurd wordt. En hier zie je ook direct dat die kozakken zelf niet kunnen lezen of schrijven. Want de man die daar zit en dingen op zit te schrijven, heeft duidelijk een ander kapsel. Dus komt ook heel duidelijk ergens anders vandaan. Dus het is gewoon een soort van een schrijver die ze met z'n allen in dienst hebben. En zij hebben hier de. Hoogste lol met z'n allen over wat zij nu aan het formuleren uh, zijn. En dus daar waar zeg maar, de sultan zich uh, de grootvorst van, uh, van Baghdad noemt, noemen zij hem dan de varken van Baghdad. Of uh, weet ik veel wat hen en, uh, en uh, de, de doorluchtige zoon van de grote weet ik veel nog wat, dan noemen zij vervolgens de hoerenzoon van uh, nou weet ik veel wat, dat soort zaken meer. Dus daar hebben ze dus heel veel uh, lol uh, over. Maar dit schilderij, hè, dat weten we wellicht nog wel, is natuurlijk heel erg symbolisch geworden. Ten eerste is omdat het natuurlijk uh, die Kozakken staan voor de wereld van de vrijheid. Dat is een soort van de symboliek wat je in dit schilderij tegenkomt. Dat is één. Twee, die Kozakken, die Saporitsche Kozakken die u hier ziet, zitten, uh, zaten in het voormalige, nee, in het huidige Oekraïne. Dus de Oekraïners vereenzelvigen zich ook met deze kozakken in hun vrijheidsstrijd tegen de Russen. En doe daar nog even een ander kwartje bij op. Ilja Repin was geen Rus, maar Ilja Repin was een Oekraïner. Dus de Oekraïners zien dit echt als een van hun grote artistieke nachtwachten, zou je kunnen zeggen. Waar zij zich heel duidelijk aan, 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 aan spiegelen. Ik heb... Vorig jaar of zo was ik hier uitgebreid hier op het schilderij, uh, in schilderij ge in ingegaan. Um, ik heb daar nog de opname van, dus als ik uh, komende week uh, de registratie van dit rond ga sturen. zet ik ook even de link eronder voor, uh, voor, voor de vorige keer. Dan kunt u hem nog even weer op uh, gaan uh, halen. Kunt u er nog tegen? Zo ongeveer, volgens mij heb ik wel bijna alles gehad. Zo ongeveer. Oh ja, daar, deze die daarmee stuur ik u straks na de pauze toe. Dan kunt u even zwaar, zwaar over nagaan denken. Klopt dat? Ja, we moeten onder weer naar de wereld van de, van de pauze toe. Ik wil u nog even met één ding meenemen. En dat is namelijk het hele belangrijke. Eh, wat straks in Rusland in de 19e eeuw en daarna natuurlijk ook heel belangrijk gaat afspelen, is de keuze van welke kant gaan wij op? Gaan wij de kant op van het Westen? En gaan we dat voorbeeld volgen, dan komt het natuurlijk in de wereld van Peter de Grote uit en Catharina de Grote en eh, anderen in dit geval. Of hebben wij een eigen grote Slavische traditie, die anders is, andere kant op gaat en voor andere dingen staat als waar het Westen voor staat. Maar wat is dan die typische Slavische traditie? En wat is dan typisch Russisch en wat is dan typisch Slavisch? Waar vallen ze dan op terug? En toen viel er een stilte. Nee, ja. U hebt het antwoord namelijk net al gehad. Ze vallen dan terug op dat ideaalbeeld. Ik noem het even in dit geval het ideaalbeeld van de wereld van de meer. Van het collectieve. En dat zetten zij Tegenover de wereld van het individualistische en het kapitalistische, wat uit het Westen gaat komen. Denk daar maar even over na, kom ik na de pauze erop terug.